whispers her comforting words.
till the darkness is over. Wait till the tempest is done. Hope for the sunshine tomorrow. After the shower is gone, and it's sorrow,
my shepherd, I'll not want. He makes me lie in pastures green. He leads me by the still, still waters. His goodness restores my soul. You lead me on.
Ieder uur, iedere stap brengt ons nader bij de grens van leven en dood. Heeft de Heiland uw paspoort getekend met het bloed dat hij redden vergoot? Nog is het tijd. Nog is het tijd, de Heer geeft vana, de toegang is vrij, door Golgotha. Jezus ging voor, hij wacht aan de grens, is uw paspoort. Getekend, o mens. Gij kunt zelf de tol niet betalen. Zilver en goud verliest daar zijn macht. Slechts het kruis in uw paspoort geeft toegang tot het land waar de Heiland u wacht. Nog is het tijd. Nog is het tijd, de Heer geeft vana, de toegang is vrij, door Golgotha. Jezus ging voor, hij wacht aan de grens, paspoort getekend, o mens. Het is nu het uur der beslissing. Bij de grens begint het gericht. O geloof in uw eiland, uw redder. En hij voert u naar het eeuwige licht. Nog is het tijd. Nog is het tijd. De Heer geeft vana. De toegang is vrij. Door Golgotha. Jezus ging voor. Hij was. Is uw paspoort getekend, o mens? Is uw paspoort getekend, o mens? Ik zie een poort wijd open staan, waardoor het licht komt stromen. Van het kruis waar ik vrolijk heen mag gaan, om vrede te bekomen. Genade God, zo rijk en vrij, die poort staat open ook voor mij. Voor mij, voor mij. Staat open ook voor mij. Die open poort laat ingang vrij. Aan wie komt binnen vrienden? Aan rijk en arm, aan u en mij. Komt Jezus vrede bieden. Genade God, zo rijk en vrij. Die poort staat open ook voor mij. Voor mij. Voor mij, staat open ook voor mij. Die open poort leidt tot Gods troon. Ga door, laat niets u hinderen. Neemt op uw kruis, aanvaard de kroon die God biedt aan zijn kinderen. Genade God, zo rijk en vrij, die poort staat open. Voor mij, staat open ook voor mij.
voor Jezus komt, daar leidt het kruis een zegen. Daar dragen wij voor het kruis een kroon, door Jezus bloed verkregen. Genade Gods, zo rijk en vrij, die poort staat open ook voor mij. Voor mij, voor mij, staat open ook voor mij. Mijn naam is Marlene Rijus en Tunno. Vandaag word ik bijgestaan door mevrouw Anne van Exel. Namens de pastoor van de Heilige Dievoningkerk gaan wij u vanmiddag voor in deze uitvaartdienst. Wij zijn vanmiddag hier samen om onze dierbare overledene de laatste eer te bewijzen, te bidden voor zijn ziel dus, om kracht en troost voor de nabestaanden en allen die dit verlies moeten dragen. Laten we vanmiddag samen zijn in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik wens u allen de vrede, genade en troost van onze lieve Heer Jezus Christus toe. Geachte familie, zo lang samen zijn, zo lang lief en leed delen, kan maken dat het moeilijk zal zijn om zonder uw geliefde verder te gaan. Maar we weten dat onze lieve Heer ons altijd bijstaat. En er is altijd hoop dat wij later samen in het glorielicht staan. Zingen we samen het lied Fluistering der hoop. O, hoe bid ik uw stem. Dit lied vind je op bladzijde 14 van het boekje. Bladzijde 14. Thank you.
kinderen. Verdrietig zijn we vandaag met velen, van ver en dichtbij. Samen nemen we afscheid van onze geliefde overledene moslim-Tashkent. Ieder van ons was op één wijze verbonden met hem. De pijn van het afscheid wordt zachter als we hem ter sprake kunnen brengen. Laten we daarom alle goede herinneringen koesteren voor altijd. Zijn vrolijke lach, zijn geloof in de liefde, zijn zorg, zijn behulpzaamheid. Wij vertrouwen hem toe aan Gods liefde en zorg die verder leeft dan de onze, die hem tot aan de overkant zal brengen, tot hij weer meer vaste grond onder voeten vindt. We zingen samen dit lied, of in Misabu Kibri, ten dood ook mogen lief. Dit lied vind je op bladzijde 9 van die boekje. Bladzijde 9. Ons verdriet is groot nu wij afscheid te nemen van onze dierbare overleden echtgenoot, vader, schoonvader, grootvader, overgrootvader, moslim Tashkent. Maar we zijn vandaag ook hier samen gekomen om u te danken voor al het goede dat u ons bracht en opbrengen zal. Want wij geloven dat leven sterven is naar de dood en dat het licht de duizend is overwin. Leven zal leven in ons midden zijn. Mogen ons samen zijn hier en nu ons verdriet dragen maken, onze pijn om het afscheid verzachten en ons geloof in te sterven. Dit vragen wij u door Jezus Christus uw Zoon en onze Heer. Amen. De aandacht voor de lezing uit het boek Prediker. Er gebeuren in het leven zoveel dingen die de mens tot nadenken kunnen brengen.
Maar velen hollen maar door en beseffen de diepte van het leven niet. Wat bereikt een mens met zijn zoeken en zijn tobben? Lezing uit het boek Prediker. Alles gebeurt op tijd en uur. Zo gaat het hier in deze wereld. Het leven erven en sterven, zaaien en maaien, treuren en troosten, rouwen en trouwen. Alles heeft zijn tijd. Er is een tijd van weten en een tijd van vergeten. Een tijd van tederheid, een tijd van eenzaamheid. Een tijd van kiezen, een tijd van verliezen. Er is een tijd van brood, er is een tijd van nood. Ja, alles gebeurt op tijd en stond. Zwijgen en spreken, liefhebben en haten. Oorlog en vrede, dood en leven. Wat bereikt een mens met zijn zoeken en zijn tobben? Ik kwam tot inzicht dat alles wat God doet voor altijd blijft. God heeft het zo beschikt dat de mensen ontzag voor hem hebben. Woord van de Heer. Wij danken God. Als antwoord op deze lezing zeggen we: is uw paspoort getekend, o mens? Als wij dit niet zeggen, denken we meer aan onszelf. Maar moslims, zijn paspoort is altijd de Heer getekend. Dit lied vindt u op bladzijde 11 van de boekje. Bladzijde 11. Yeah.
nu een dierbare, uit ons midden, ons in de dood is voorgegaan, zijn wij vanmiddag samengekomen om ons te bezinnen over leven en dood. In de lezing uit het boek Prediker worden wij, alles heeft zijn tijd. Er is een tijd van schrijven en van spreken, een tijd om te weten. Vandaag is het een tijd van spreken, het is een tijd voor stilte, een tijd van verdriet. We stellen ons de vraag naar het pardon van de dood. De lezing vandaag wil ons een heel bescheiden antwoord geven. Dat de tijd van sterven, de tijd van verdriet en klagen, niet de laatste tijd is. Dat het niet de definitieve tijd is die God voor de mens heeft voorbestemd. Omdat God de mensen lief heeft en zorgen nabij is, is de tijd van vreugde, de tijd van vrede, de tijd van leven bij God de laatste tijd. Daarom zeggen wij, van uw dierbare overleden echtgenoot, vader, schoonvader, grootvader en groot en overgrootvader, dat hij leeft bij God, dat hij thuis is bij God, thuis bij daar, waar je bemind wordt, waar je mag zijn wie je bent. Bij God thuis willen zeggen dat God uw geliefde overledene aanvaardt zoals hij is. Dat hij hem in zijn liefde zal werken. Dat hij de diepste verlangen van zijn hart zal vervullen. Moslim Eddie Kachelan, die we kennen als Lim, Oom Lim of Opa Lim, werd geboren op 21 maart in Bijenveld. Hij was gehuwd met Louise Soekijojo. Zij zouden in oktober dit jaar haar 70ste jaar huwelijksjubileum vieren. Samen, Moslim en Louise hebben samen 4 dochters, 12 kleinkinderen en 18 kleinkinderen. Geachte familie, het leven is een wandeling over een brug. Over een brug bouwt men geen levende woning. Men gaat er alleen over de brug om de andere kant te bereiken. Sterven is aankomen aan de overkant. Het doel van de tocht eindelijk bereiken. Uw geliefde Lim heeft de andere kant bereikt en is liefdevol ontvangen. Daarom kunnen wij door onze tranen en verdriet heen God danken. Hij zal het bewaren, totdat wij ook thuis komen bij God en ons mag verheugen op een blij weerzien. In waarheid mogen wij vandaag zeggen, tot ziens en rustig, lieve man. Vader, grootvader, schoonvader en oom. Amen. Amen. Wij zingen nu samen het lied Dresidio, Omidatra, Yumidatra, Dresidio. Dit lied vind je op bladzijde 19 van het boekje. Bladzijde 19. Yeah.
Gods liefde is sterker dan de dood. Laten wij vol vertrouwen tot hem binnen. Heer, wij danken u voor Moeselem Kajalan, die ons zo dierbaar en nabij was en die nu is weggevallen uit onze wereld. Wij danken u voor alle vriendschap en liefde die van hem is uitgegaan en voor de vrede die hij heeft gebracht. Mogen van dit mensenleven niets verloren gaan. Laat ons bidden. Heer, wij vragen u, verhoor ons. Wij bidden u dat wat hij geleefd en gedaan heeft, ten goede zal komen aan deze wereld. Dat alles wat hem heilig was, geëerbiedigd mag worden door de mensen die na hem komen. Dat hij voort mag leven in ons hart, in onze levenswandel, in onze gedachten en in ons geweten. Laat ons bidden. Voor de familieleden die nu zo verdrietig zijn, dat hun droefheid wordt verzacht door de dankbare herinnering aan al het goede, al het mooie en al het geluk van de dagen dat hij bij hen was. Dat zij niet zonder hoop, zonder verwachtingen verder leven, maar dat zij blijven vertrouwen op de toekomst. Laat ons bidden. Voor alle vrienden en bekenden van Moeselem, die in hem een steun voor het leven vonden, dat zij in vriendschap met elkaar verbonden mogen blijven, dat zij in die saamhorigheid God uw trouw herkennen tot in de dood. Laat ons bidden. Goede God, in vertrouwen leggen we onze dierbare Moeselem in uw handen. Zorg goed voor hem. Neem hem op in uw huis van vrede en geborgenheid. Amen. Laten we nu samen bidden met de woorden die Jezus onszelf geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zit, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. En op voorspraak van onze moeder Maria, bidden we samen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin. En nu en altijd, in alle eeuwen der eeuwen. Amen. We gaan nu een collecte houden die we willen bestemmen voor arme zorg van de hele Driekoningenkerk. En tijdens het collecteren zingen we samen van bladzijde 2, O Maria de Beren, bladzijde 2. Dank u wel voor uw gaven.
maken we gebruik van twee symbolen, water en licht. Water heeft drie belangrijke eigenschappen die wij toepassen in ons christelijk leven. Water lest je dorst, water maakt schoon en water geeft groeikracht. Wij vragen God onze Vader, de bron van ons bestaan, om de dorst naar liefde en geluk van Lim te vervolmaken. De liefde en geluk die de familie van hem heeft mogen ervaren. Wij vragen Jezus Christus om hem van alle kwaad te reinigen. Alles wat verkeerd is geweest. Alle tekortkomingen van ons naar hem toe en van hem naar ons toe goed te maken. Wij vragen de Heilige Geest die leven geeft, Lim het eeuwig leven te geven. Met het licht wil ik behulden en eer brengen aan Lim, voor wie, voor wat hij voor ons heeft betekend, voor zijn familie en voor zijn vrienden en gemeenschap. Moslim, in naam van alle familie en vele vrienden, we kunnen alleen maar heel blij zijn dat we je van dichtbij mochten kennen. We zullen je missen. We zullen je luisteren missen. Je enorme etnische bogen. Je vrolijke gesprekken. Je warmte. Je ongedwongen openheid. Woorden zitten niet te kort. En lijken niet eens hard te zeggen wat we bedoelen. We weten dat als eens de verpijn wat minder wordt, de prachtige herinneringen aan jou ons zullen troosten. We weten dat je nooit echt weg zal zijn. Moslim, zoveel van jou was zegening voor ons. We zegenen je dode lichaam met water, waarin het eerste leven zichtbaar werd. We bidden dat je als nieuwe mens mag opstaan aan de andere kant van de oever. Terwijl ik het lichaam van Moslim besprenkel met zegenwater, zingen we samen het lied Abba Vader, de eerste stroomvol. En dit lied vindt u op bladzijde 4 van uw boek. Bladzijde 4. Thank you.
laat ons bidden. Hemelse Vader, moslim Erika Chalan, geef mij verdriet op uw handen. Neem hem op in een nieuw bestaan bij u, voorbij de grenzen van onze aardse leven. Leg de troostende arm om de schouders van hen die achterblijven met een leeg gevoel. Droog de tranen die geschreven worden op dit afscheid. Wees nabij God. Zegen en beschermen ons God in wie wij geloven als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Geachte aanwezigen, voordat we overgaan tot enkele toespraken, graag uw aandacht voor een mededeling van de kerk. Op woensdag 24 april aanstaande zal er om 6 uur namiddag een rouwdienst gehouden worden in de Heilige Koninkrijk aan de Mahomelaan. Er zal een gedachtenis kruisen met zijn naam en van andere overledenen van de man in de kerk geplaatst worden. U bent allen uitgenodigd om samen met de familie voor onze dierbare overleden moslim te bidden. Zij die nog geen afscheid hebben genomen, krijgen nog na de toespraak van de gelegenheid. Uw aandacht voor elke toespraken mag ik dokter Hedy en Suzanne uitnodigen. Toen we klein waren, vertelde man aan anderen dat hij ook prins Bernhard is. Een prins met 4 dochters. En zo heeft hij ook ons ook behandeld als prinsessen. Als het bijvoorbeeld om eten ging, liet hij ons altijd eerst op scheppen en daarna kwam hij. Pa was trots op zijn gezin en op alles wat hij zelf bereikt heeft in het leven. Sinds 3 was het zijn kinderen het beter moeten hebben dan wij zelf. Pa had vele dromen. Een van zijn grootste was een eigen huis. En het huis staat er nog precies zoals hij het zelf heeft gebouwd. Hij was zeer vooruitstrevend. Door keihard te werken heeft hij zichzelf opgebouwd van eenvoudige automonteur, pompbediende, tot eigenaar van een brandstofdistributiebedrijf met enkele tankwagens en werknemers. Hij maakt regelmatig meer dan 2 trips per dag naar het binnenland. Hier was Suriname, Afbakken en nog vele andere plaatsen. We keken altijd uit naar zijn thuiskomst, maar na een lange werkdag verwende hij ons met een ritje door de stad in de vooravond. Tractatie, bloedworst, telo, bani, chome, ijskema. Intussen groeiden wij ook met onze buurvriendinnetjes, Lillian, Charita, Natasha. En de band tussen ons werd zo bijzonder dat wij zusjes erbij kregen op het moment dat pa aan iedereen vertelde dat zij onze dochters. In onze 10e jaren ontpopte pa zich als een supersnelle overbeschermde vader. Pa was er heel altijd dankbaar voor. Pa had vele hobby's. Sleutelen aan auto's, doorgeven aan zijn kleinzonen, Anthony, Andrew, Gilles, Dave.
Henry en Jager, Ryan die van opa zijn eerste Engelervaring. Ze zijn opgegroeid in de badkamer, toch is Portugies, Wallabas, Rojas. In het weekend was het feest. Dan had partij om ons te laten zien hoe heerlijk je kan kopen. Pindasoep met kukui, okersoep met kukui, masala kukui, gebakken Wallaba. En later door zoveel geprezen schattensvlees met zoutamsoe. Het was heerlijk. Tuinieren, prachtige orchideeën en groenten. Veel applaus, dat we kunnen genieten van zijn lekkere groenten. En van de bloemen hebben wij en haar zelfs wat zakcentjes verdiend. Zandvogels en kukui en schrijven die hij met liefde en toewijding heeft verzorgd. We mochten als kind thuis nooit kaarten, dat was schokken. Maar wie ging er elke week zo lang op kopen? Pa. Overtuigd dat hij op een dag de jackpot zou winnen. Wel pa, je was gezeten met zoveel meer andere jackpotten. Al je mooie dromen heb je zelf waargemaakt. Door pa's karakter was hij al geliefd. Zo ook door zijn schoonzonen. En het was wederzijds. Jagen, vissen, sleutelen aan auto's, auditories vertellen, bagarre uitleggen, whisky shots drinken, sigaren roken en streven uithalen. Pa was voor in alles, was hij alles voor. Hij heeft zelfs ook rijles gegeven aan ma, aan ooms, aan zijn zwagers. En pa had een toewijding en engelen geduld met je. Dan was geen voorstander van medicijn gebruik. Hij dronk elke dag jaren onder andere Nomi en Vita. Jullie heeft dat allemaal bijgedragen tot het bereiken van zijn gezeten en gezond 90ste verjaardag. Toen zijn schoonzonen plaatsen begonnen te krijgen, zei hij: jongen, altijd schoonzoon voor mijn vrouw. Op de dag van zijn leven was ik 69 jaar en 6 maanden dat ma en pa in een middelschool stapte. Pa heeft ook die belofte aan zichzelf en een ma waargemaakt, vrouw en toegewijd. Hij was een liefdevolle, vooruitstrevende en vooral trotse vader die ons een onvergetelijke mooie jeugd heeft gegeven. Je hebt ervoor gezorgd dat hij beter kansen kreeg voor een mooie toekomst. Pa, het is je allemaal geluk. Een mooi voltooid leven. Dankbaar en je altijd in ons hart. Zo dearly love, zo sadly miss. In God's hand, je kunt rest. Dokters, Heidi, Karin, Jan en Susanne. Chapona, zijn we namens alle kleinkinderen een woord van de leerlingen. En hier mevrouw Chapona. Blauwe bands of dat vrachtwagen die we zullen zien,
zullen we aan je denken. Zoveel mooie momenten en zoveel tijd voor ons om aan jou te herinneren. We zullen je nooit vergeten. Kunnen je nooit vergeten. Je bent onze help, voor altijd in onze gedachten. Voor altijd in onze hart. Oké. En nu aan een tekst van Miguel, ik wil. Lieve opa, ik ben één van je 12 kleinkinderen. En je hebt ook nog eens 18 achterkleinkinderen. We kennen jou als een mooie, sterke en lieve man. Eentje met een hart van goud. De eerste 13 jaar van mijn leven heb ik veel tijd bij en met u doorgebracht. Wat ik nooit zal vergeten zijn onze vele hengeldrukjes met de Landrover. Wat waren die leuk? Heel vroeg opstaan, ergens langs de weg peren kopen in bananenblad en op naar de hengelsport. Met een houwer al kappend achter u aan, voelde ik me een koning in de jungle, op zoek naar de beste plek waar nog niemand was geweest. Daar waar de pikwis, krobia's, palapas, animara's en patakas zeker zouden blijven. Die wist u bijna altijd te vinden, en daar stonden we dan met onze laarzen in een zwang. Het water tot aan de rand van onze laarzen. We gooiden onze hengel uit en hadden al beet, voordat de dobber het water raakte. De een na de ander, niet eens tijd om de rest van de hengels uit te zetten. Dat was voor mij als kleine jongen een tijd die ik nooit meer zou vergeten. In je vrije tijd was je ook bezig met tuinieren. Prachtige bloembakken en groentebakken vulden het achtererf. Voor mij, als kleine jongen, een mooi oerhof om in te stoeien en school te spelen met mijn broodje Dave. Hierdoor was er af en toe een voetstap of voetstappen te zien in de aarde van de bloembakken. Ja, dan kreeg men de wind van voren. In het Japans gaf je ons op ons donder. Echt boos werd je nooit op ons. Dat zat niet in je. Want je bent altijd gek op ons geweest. Of werd je gek van ons. Ik ben wel altijd gek op je geweest. Ik ben dankbaar dat ik mijn 9e verjaardag met je heb mogen vieren. Nog een dikke knuffel heb kunnen geven en een grote glimlach op je gezicht zag toen je een kus kreeg van Nancy. Opa, jou vergeten kunnen en zullen we nooit. Ze zeggen toch wel eens dat herinneringen je leven houden. Ik denk nu dat het echt zo is. Er zijn veel meer herinneringen. Herinneringen die we los van elkaar met jou hebben. Ik wil je niet missen, maar nog is het goed zo. Je bent thuis bij God de Vader in de hemel. Dat geeft mij troost. Ik zeg geen dag, maar tot ziens opa, want ooit zien we elkaar terug. Rustig opa Lim, Miguel. Mag ik hier mevrouw Deltasha uitnodigen? Ze zal ook een woord van de leerde. Eenvoudig, hardwerkend en slim, vooruitgang. Door ouderwets hardwerkend. Van arbeiden, hij bleef geen medewerker, maar werd ondernemer. Ja, nu, als volwassene, begrijp je Oom Lim zijn maatschappelijke klim. Oom Lim was duidelijk. Alweer loopt Jachman, rustig ging hij zijn gang. Benoemd als zesman. Maar soms Oom Lim toch weer wordt een beetje boos. Gedecideerd en geïrriteerd deed hij dan kort zijn zegje. Probeer te overtuigen. Isaac Anoma, aangeloos aan iemand. Oom Lim, een lieve, gastvrije man. Ons familieverhaal begon aan de Louiselaan. De Kaarselaans woonden op 43 en wij op 45.
Oom Lim had nog plaats in zijn vaderhart voor 3 burendochters. Mijn zus Lilje herinnert zich dat ze vaak mee mocht in de mooie Fort Zeeveel. Als de 5e wiel. Later deden de 2 kleintjes geen onderscheid als zoveelste dochter wiel. Oom Lim was een goede ziel. Ik herinner me ook de ritten naar Dijkveld. Daar zat ik op het uitklapbaar klein bankje midden op de achterbank. Maar mijn eerste herinnering aan Oom Lim is dat hij mij gooide in de lucht. De verhuizing naar de Blauwdastraat. Wij zagen hen bij de verhuizing gaan en dachten, hoe zal deze band blijven bestaan? Je zou denken, ze laten je blauw blauw, maar nee. Bij elke vakantie, tuut, waren wij er vol. Dan keek ik vol ontzag hoe Oom Lim in de SO-truck kwam aangereden. Snel, snel in de rewash, kijkend via zijn achteruit, precies naast het huis. Lil associeert Oom Lim nog steeds met het SLM-logo. Ja, elke grote vakantie, schrift en pen met de SO-tijger. Je denkt toch niet dat ik het weiger? Inderdaad, die SO-schrift ook in mijn hoofd gegrift. Oom Lim is voor mij echt de onverslagen peperkoning. Met de peper in de linkerhand, eerst een hap op rechts en dan naar links voor meer vijand. Ook thee en koffie. Oom Lim heeft in mijn ogen van alle soorten vijand. Aan de eettafel bleef ik langer aanzitten en naar hem staren en dacht, Oom Lim, jij kan ook bij jou. Twatwa en Picolet, zijn huisdieren, gingen ook mee uit om gewoon even mee te zwieren. De Copernicusstraat. Mijn zus Liel ziet voor zich de superstrakke tuinhagen. Oom Lim, zijn achtertuin, truck, Benz, pick-up en kleine SUV. Daarvan kreeg hij gries aan zijn handen, maar zijn groene vingers zorgden voor steeds mooie anteriums en orchideeën. Ja, Oom Lim had het altijd druk met het uitwerken van zijn plusideeën. Ja, we kon hem nog meer behagen. Kutu gaan vangen. Dat wilde hij op hoge leeftijd nog met neefje Fali wagen. Kwamen Charita en ik op bezoek. Waf Maraya, Sapora, waf Imma. En ik hoorde dan, waf Steve, waf Dekui. De Holland Tories over zijn kinderen, kleine achterkleinkinderen, toverde op zijn gezicht een mooie, veelzeggende, liefdevolle en trotse glimlach. Je hebt niet veel nodig, zo maakte je zijn dag. Hij luisterde, dus even, maar niet voor lang. Want, dat ben ik, de plantje voor span. Bij vertrek was het altijd zoeken, dan vond je hem gehurkt tussen alle bloem en groen. Op elke jaardag een speciaal bereid verjaardagspotje vlees. Grote, nu grijze kinderen op vakantie chokten. Want het hoorde bij het feest. Oom Lim, zoals we hem kennen, rustig, kalm is, maar toch iedere dag doelbewust bezig. Oom Lim, dank voor de gastvrijheid, de zorgzaamheid en alle dierbare herinnering. Dank namens Lil, Nati, Sharda, Maraya, Sapora, Nana en nu ook de kleine Sarah. Dank je, Oom Lim. Ik denk dat we je gewoon goed willen. Mag ik Bianca nu uitnodigen? Zij zal daar de
Lieve familie en vrienden hier aanwezig. Ik heb iets hier op papier geschreven, maar na al die mooie toespraken kan ik alleen maar zeggen, dankjewel allemaal. Dankjewel voor het komen. Dankjewel voor alle berichtjes, alle telefoontjes, alle steun, ook van de anderen uit het buitenland. Carla is er niet. Carla en ik konden helaas niet komen. Maar ook jullie zijn elk moment in onze gedachten geweest. Nogmaals hartelijk bedankt voor alles. Het is als een warme deken geweest voor onze afgelopen dagen. Daarnaast, ik wil geen naam noemen, ik wil niemand vergeten. Daarom zijn nogmaals iedereen hartelijk bedankt. Maar zonder Charita, zonder Shaina, en dan weet ik niet of ik iemand ben vergeten. Marco. Marco is pas. Marco kennen we al een paar maanden, zich elke avond voor Paasen. En zij was erbij. Marco, hartelijk bedankt voor alles. Alle steun. Het was een grote steun voor ons, voor mij, vooral die avond. Natasha, wat een mooie toespraak. We herkenden alles. Alles. En zo gaan we het herinneren. Hartelijk bedankt allemaal. Heel hartelijk bedankt. Zij die nog niet afscheid hebben genomen voor de dienst, worden nu in de gelegenheid gesteld. Wij zingen nu samen het verrijzeningslied, U zijn de glorie, opgestaan de Heer. Dat lied staat op bladzijde 7 van die boekje. Bladzijde 7.
Thank you.